Prijs de Heer. Wat dienen we een geweldige God. Amen. Oh, het komt hem zo toe om hem te vieren, om hem te prijzen, om hem te loven. Prijs God. Welkom in het huis van God. Ah, broeder Giel ook in ons midden. Prijs de Heer. Halleluja. Amen. Prijs God. Halleluja. En in de psalmen, een van de mooiste psalmen, denk ik, als het gaat om lofprijs en aanbidding, vinden we iets heel moois in psalm 103. En dat wil ik kort met je lezen. Dat is een psalm van David. En hij zegt, loof de Heere mijn ziel. Hij spreekt tot zijn eigen ziel. Hij zegt, loof de Heere mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet een van zijn weldaden. Weet u, soms is dat zo. Door omstandigheden vergeet je helemaal de goedheid van God. En hij zegt eigenlijk, hij spreekt tot zijn eigen ziel. En wij mogen dat ook leren. Wij moeten dat leren om te spreken tot onze eigen ziel. Je emoties kunnen alle kanten op gaan. Je denken kan alle kanten op gaan. Maar op een gegeven moment vanuit je geest spreek je tot je ziel. En zeg je, het is tijd om de Heer te loven. Amen. Amen. Het is tijd om de Heer te loven.
En er staat er, en vergeet niet één van zijn weldaden. Dan krijgen we een geweldige opsomming. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Wow. Dit is groot. Die al uw ziekten geneest. Wow. Die is groot. Amen. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En die psalm gaat verder en verder en verder en verder. En het zegt, het is een opsomming van de weldaden van de Heer. En dat is lofprijs. Dat is God groot maken. Dat is wat lofprijs betekent. Het is het opsommen en verklaren de grootheid en de goedheid van de Heer. Dat is wat we deze samenkomst ook willen doen. Misschien wil je eens even 2-3 mensen om je heen begroeten. Maar bemoedig ze ook. Zeg, laten we vandaag samen de Heere loven. Amen. Wil je eens even 2-3 mensen begroeten? Laten we vandaag samen de Heere loven. Ook de kijkers thuis. Geweldig dat je deze dienst met ons meevolgt. Laten we samen de Heere loven en groot maken op de plaats waar je bent. Daar wil God je ontmoeten. Open je hart voor Hem deze morgen. Open je hart voor Hem deze dag in Jezus' naam. Prijs de Heer. Halleluja. Prijs God. Prijs de Heer. Wauw. Allemaal een uur korter geslapen en je ziet er nog zo goed uit, joh. Halleluja. Prijs God. Laat ons richten op de Heer voor een moment. Amen. En heel bewust dat besluit maken, ik zal de Heere loven. Laten we voor een moment ons hart openen en heel bewust van Gods troon komen in de naam van Jezus. En zo Hem deze dienst opdragen en Hem de hoogste plaats geven in ons leven deze morgen. Zullen we dat doen voor een moment, Vader? We komen voor uw geweldige troon, de troon van genade. Heere, willen zoals de schrijver van de psalmen zegt, loof de Heer, o mijn ziel, alles wat in mij is, loof zijn heilige naam, zo willen we u loven. Zo willen we aanbidden, Heer. We willen niet één van uw weldaden vergeten, want u bent zo geweldig groot. En zo ontzettend goed. En uw gedachten, Heer, naar een ieder van ons. O, Heer, ons denken kan er niet eens bij. U doet wat verder gaat dan bidden. En dat wij kunnen bedenken en beseffen, u wil meer doen dan dat nog. En Heer, daarom willen we u alle ruimte geven deze morgen. Beweeg met uw Heilige Geest. Spreek tot ons door uw woord. We willen werkelijk een ontmoeting met u. We willen u de lofprijs en aanbidding geven. En we verklaren deze morgen, u bent Heer. U regeert, Jezus. U regeert in ons leven, u regeert in ons hart. U regeert in deze samenkomst. U regeert in deze plaats deze morgen. U regeert in Nederland, Heer. Halleluja. Ja, Vader, wij willen u de glorie en de aanbidding geven. Want u bent de koning der koningen en de Heere der scharen. En er is geen naam, geen autoriteit en geen kracht die in de buurt komt, Heere, bij wie u bent. En Heere, daarom willen we u de lofprijs en aanbidding geven met alles wat in ons is. Wij prijzen u, wij loven u voor uw geweldige werk in onze levens. En wij danken u voor de geweldige toekomst die u voor een ieder van ons heeft. En zo bid ik hier voor een ieder die hier deze morgen is. Uw glorie, uw kracht, uw zegen, uw woord, Heere, wat leven is. Oh, en voor iedereen die deze dienst volgt via de livestream of via YouTube. Uw glorie, Heere, op de plaats waar mensen luisteren. Waar de mensen hun harten openen voor u. Oh, Heere, u ontmoet ons op de plaats waar we zijn deze morgen. In de naam van Jezus. En het volk van God zegt, amen en amen. Celebrate.
Waarlijk opgestaan, Heer. En zo waar Pasen staat voor de deur, en dat is het feest, dat Jezus is opgestaan. En in het thema van de diensten die komen gaat, de Paasdienst, hebben wij een nummer dat we graag met jullie willen gaan zingen, maar we brengen hem alvast te horen. Heeft God dit mysterie onthuld? Wij zijn verlost, wij zijn verlost door het offer van Jezus. De prijs betaald, zijn belofte vervuld. Ik geloof in de God die mij vrij maakt door het bloed dat mij reinigt. Het is volbracht.
alles voltooid door de wil van de Vader en door zijn genade. In hem zijn wij uitgekozen, bekleed met zijn luister, om heilig en zuiver. Ik geloof, het herrijzen van Jezus bracht mij weer tot leven. Het is volbracht. Ik geloof in de God die mij vrijmaakt door het bloed dat mij reinigt. Het is volbracht. Ik geloof, het herrijzen van Jezus. Door het bloed dat mij reinigt.
om bij u te zijn, is om bij u te zijn. Oh, trek mij dichter tot u, neem mij een stukje dieper, wil u kennen. Is veel zoeter dan wat ik ooit geproefd heb. Wil u kennen, Heer? Wil u kennen, Heer? Uw liefde trekt, uw liefde trekt aan mijn hand. Een stukje dieper, wil u kennen, Heer, wil u kennen, Heer. Want uw liefde is veel zoeter dan wat ik ooit geproefd heb, wil u kennen. Ik ben er niet.
Trek mij dichter tot u. Neem mij een stukje dieper. Wil u kennen, Heer? Wil u kennen, Heer? Want uw liefde is veel zoeter dan wat ik ooit geproefd heb. Wil u kennen, Heer? Wil u kennen, Heer? Trek mij dichter tot u. Trek mij dichter tot u. Neem mij een stukje dieper. Wil u kennen, Heer? Wil u kennen, Heer? Want uw liefde is veel zoeter dan wat ik ooit geproefd heb. Wil u kennen, Heer? Wil u kennen, hoef ik zo hard te schreeuwen. Ja, geweldig. Wat een mooie liederen. Ik wil u kennen, Heer. Maar zo zijn er nog meer mensen die willen Jubilee gaan kennen. En wij hun. En daarom wil ik ze graag uitnodigen op het podium. Peter en Gerda Kloosterman. Ben Zet, Jolanda van Oort en Denise. Tom en Femke de Wal. Angelia Joze. Peter de Jong. Grace Doran, Jan-Piet en Wilma Ketting, en de familie Erkelens. En dan wil ik ook via livestream meneer de Hollander begroeten. Die kan er helaas niet bij zijn, maar ik heb hem gisteren gesproken en beloofd
dat ik zijn naam zou noemen en even naar hem zou zwaaien. Bij deze. Ja, en nou loop ik even in de knoop. Jessica, wil je me alsjeblieft even helpen? Zullen wij hier gaan staan? Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen kleur. En iedereen heeft zijn eigen knoop. En ons leven zit bijna altijd in de knoop. En daarom zijn we nou gemeente om die knopen te ontrafelen. En als het goed is, dan preekt pastor Bernard geweldige preken. Vanuit Gods woord, vanuit Gods hart. En elke keer als je dan een preek hoort over vergevingsgezind, dan gaat er een knoop los. Oh, wat heerlijk. Je voelt je eigenlijk wat vrijer worden. Maar dan kan er ook nog een knoop zitten van irritatie. En weer een knoop los. Dan gaan ze niet allemaal losmaken hoor, want dat duurt te lang. Maar het is een voorbeeld. Het heeft heel lang geduurd dat die knopen in ons leven kwamen. Soms kan het ook heel lang duren voor die knopen eruit zijn. Ligt dat aan God of ligt dat aan ons? Aan God ligt het zeker niet. Hij geeft zijn woord. Hij trekt met koorden van liefde. En dat is het allergrootste geheim. Die koorden van liefde, dat die jullie leven zal vervullen. Dat is mijn wens en dat is onze wens. En dat we met elkaar die knopen ontrafelen. Soms kom je in de gemeente en dan denk je, hé, ik heb een probleem. En dan heb de predik misschien nog niet geholpen. En dan kom je een ander tegen die zegt, joh, ik moest zo denken aan je dochter of aan je zoon. En op dat moment breek je hart. En dan ga je vertellen, weer een knoop ontrafeld. Zo zijn we met elkaar gemeente. Dankjewel. En om die knopen verder te ontrafelen, krijgen jullie ook allemaal een boekje. En dit is gewoon een goede inhoud. En ik zou zeggen, lees dat en geniet ervan. Angela. Yes. Alsjeblieft. Peter. Alsjeblieft. Grace. Alsjeblieft. Miranda. Die zijn er niet. Die heb ik ook niet opgenoemd, want die gaan een volgende keer mee. Erik ook niet. Denise. Kijk. Alsjeblieft. Jolanda. Alsjeblieft. Gerda. Alsjeblieft. Peter. Alsjeblieft. Jan-Piet. Alsjeblieft. Wilma. Alsjeblieft. Ben. Ja, fijn dat je er bent. Tom en Femke. Ik hoop dat ik niemand ben vergeten. Je zou denken, waarom krijgen de familie Erkelens niet? Maar die hebben al een keer een boek gehad. Maar ze waren nog niet voorgesteld. Dus ze vonden het superleuk om ook even op het podium te komen. Even staan. Yes. Wat een voorrecht, hè? Dat de gemeente zo groeit. Ik zie dit als een groot voorrecht. De Bijbel zegt dat de één plant de ander bewatert, maar het is God die die toename geeft. Dus als mensen, wij werken samen met God en we planten het woord van God en we geven Gods liefde door en we nodigen mensen uit. En er is dat menselijke aspect waarin we samenwerken met God. En zo zijn we allemaal aan dit. Maar de Bijbel zegt, God geeft de toename. En dit is ook toename wat je ziet. Toename in het aantal mensen
Maar ook toename waar Nell het net over had. Knopen worden ontrafeld. Mensen levens komen tot herstel en de gemeente groeit. En we zijn zo ontzettend dankbaar daarvoor. Dat de gemeente blijft groeien en groeien en groeien. En ik geloof dat is ook een thema in Gods Koninkrijk. Groei. Amen. Alles wat God start, dat groeit. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dus prijs de Heer. Kijk nog eens eventjes naar deze mooie, knappe mensen allemaal. Halleluja. Woe! Ja, zullen ze een applaus geven? Zullen ze verwelkomen met een applaus? Amen. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Weet je wat zo mooi is? We hebben de kennismakingsavonden dan. En dat staat natuurlijk helemaal in het teken van met elkaar kennismaken. En dan hoor je één voor één de verhalen van hoe hun wandel met God zich heeft ontwikkeld tot waar ze nu zijn. En hoe God ze heeft gebracht uiteindelijk hier in Jubilee. En dat ze beseffen, wauw, dit is mijn gemeente. Voor vanuit die hele wandel die ik al met God heb, nu heeft hij me hier gebracht. En ik voel me hier thuis en ik wil hier verder groeien en ik wil hier verder gaan met God. En het is ontroerend om te horen deze verhalen. Maar iedereen komt weer vanuit een hele andere hoek en vanuit een hele andere kant en vanuit een hele andere richting. En vanuit een bijzondere getuigenissen. En God brengt ze allemaal. God brengt ze allemaal. God voegt ze toe aan zijn huis. Dat zien we ook in het boek Handelingen. Dat dagelijks, zelfs in het boek Handelingen, werden dagelijks mensen toegevoegd aan het huis van God. En ik geloof in die tijd van zo'n beweging van Gods geest. Dat zelfs dagelijks mensen worden toegevoegd aan het huis van de Heer. Amen. Prijs de Heer. Dank u, Jezus. Nou, verschillende mensen zijn natuurlijk al. Die zijn er al een tijdje. Die ken je al. En misschien valt die middelste daarop samen met zijn vrouw Femke, Tom de Wal. Tom en Femke, ik wil ze even eruit halen, eruit lichten. Tom heeft al jarenlang in Jubilee gezeten. En God riep hem duidelijk om naar Focus te gaan. Focus op God. De gemeente die vanuit Jubilee gestart is, een aantal jaren geleden. Prijs de Heer daarvoor. Voor gemeentes die geplant worden en gestart worden. En Tom heeft daar gediend en heeft daar het jeugdwerk opgezet. En God heeft hem bevestigd. En hij heeft hier nog de leiderschapstraining gedaan. En allemaal dat soort zaken. Hij is helemaal betrokken geweest in dit werk. Vervolgens daar naartoe gegaan. En God heeft hem weer geroepen voor een nieuw seizoen. En God heeft hem ook een eigen bediening gegeven als zodanig. Frontrunners. Zo heet zijn bediening. De bediening die hij samen met Femke, ondertussen is hij getrouwd. Weet je, daarom moest hij naar Focus. Hij moest daar zijn vrouw vinden en vervolgens weer terugkomen. Dus we zijn blij dat hun in ons midden zijn. Maar waarom noem ik het? Ook specifiek. Er is een bediening op hun leven. Ze zijn veel in het buitenland. De Heer doet al hele bijzondere zaken in hun leven. Ze spreken in allerlei gemeentes in dit land. En dus ze zijn er ook niet elke zondag. Maar je weet, als ze er niet zijn, dan zijn ze bezig. Dan zijn ze aan het bedienen bij andere kerken. Zo ook eind april. Nou, een paar maanden terug waren ze in Amerika. Hebben ze in verschillende gemeentes kunnen bedienen in Amerika. God heeft grotere wonderen van genezing gedaan. Genezing is een kernachtig ding op het leven van Tom en Femke. En ook de beweging van de Heilige Geest. En ook eind april zullen ze dus naar Oekraïne gaan. God heeft daar een deur geopend. Gaan ze in Oekraïne. Gaan ze daar genezingscampagne hebben ze daar. En Heilige Geest samenkomsten. En dus dit is ook een bediening als zodanig die in ons midden opstaat. Ik heb het al eerder gezegd. Dat dit is het verlangen van God. Dat iedereen zijn plaats en zijn bestemming vindt. En sommigen van ons zal je bestemming zozeer niet in dit huis vallen als zodanig. Wel om deel te zijn van het huis, maar om te doen wat jij moet doen, wellicht daarbuiten. En misschien wel over de hele wereld. Berdien hebben we uitgezonden en die zien we zo één keer in het jaar of één keer per half jaar. Dan zien we die weer terug en die doet bijzondere dingen over de hele wereld. Tom en Femke, God heeft laatst ook weer in een profetische samenkomst duidelijk bevestigd. God gaat ze groots gebruiken in dit land, van noord tot zuid en bijzonder ding. We zijn blij dat God dit in ons midden doet en wij vieren dat. Wij vieren dat bedieningen in ons midden opstaan en dat bedieningen vorm krijgen. En dat je eenheid kan hebben in verscheidenheid. Amen. Eenheid in verscheidenheid. Want we zijn allemaal verschillend en we dragen allemaal een stuk bij daarin. Dus ik wil dat noemen ook dus dat je weet bij Tom en Femke dat je niet denkt, nou jongens, ze zijn net lid en ik zie ze maar 1 op de 3 zondagen. Wat een commitment. Maar dat ze dus, dat heeft dus daarmee te maken. Prijs de Heer. Amen. Maar zo willen we ook voor hun in gebed staan. Op het moment dat zij dus op een gegeven moment uitgaan en naar het buitenland, willen we steeds een zegen over ze bidden en ook als gemeente om ze heen staan. Niet alleen voor Tom en Femke, maar voor al deze mensen die hier staan. Want zij zijn deel van het lichaam van Christus. En misschien kunnen we elkaar de hand geven. Zoals we elkaar de hand geven. Sommigen hebben kinderen in de hand, dus dan wordt het altijd een beetje lastig. Maar als we elkaar de hand geven. Zie, een lichaam is als zo'n ketting. Een lichaam is als zo'n ketting. De ledematen zijn aan elkaar vastgemaakt en het bloed stroomt door al die ledematen heen.
En als het bloed kan stromen en er is geen breuk als zodanig, dan zie je dat er een optimale groei kan zijn van het lichaam. En zo verlangen we ook dat wij deze broers en zussen, vele weet je, ken je al of zijn al, zeg je van wauw, daar heb ik al mee gesproken en prijs de Heer. Anderen ken je nog niet. Stap op ze af. Maak kennis met ze. Want je begrijpt, zij zijn deel van jouw leven met God. Deze mensen zijn deel van jouw leven met God. Deze mensen, ik vind het een voorrecht. Deze mensen zijn deel van mijn wandel met God. Zij hebben iets. Weet je, God brengt ons samen voor een doel. Deze mensen worden gebracht in de gemeente omdat zij iets hebben wat jij niet hebt. En omdat jij iets hebt wat zij niet hebben. Heel veel dingen hebben we wel allemaal, maar er zijn ook specifieke dingen die zij hebben. En die hebben wij nodig. En er zijn dingen die jij hebt en die hebben zij nodig. Dat is hoe lichaam werkt. Dat is hoe organen met elkaar samenwerken. Dat is hoe ledematen met elkaar samenwerken. Dus we willen ze zegenen. Zullen we gaan staan voor een moment? Zullen we onze handen uitstrekken naar deze mensen? En ik wil dat je ze zegent vanuit de grond van je hart. En spreek bestemming over ze uit. Dat ze ook hun plaats mogen vinden in het Koninkrijk van God meer en meer. En dat er groei mag zijn. En als daar knopen zijn, dat die knopen ontrafeld mogen worden. Maar spreek de zegen van de Heer uit over deze broers en zussen op dit moment. Heer, ik wil u zo ontzettend danken dat we gemeente mogen zijn. Jubilee. Heer, niet een organisatie gestart door mensen. Maar een werk, Heer, geboren uit uw hart. En Heer, zo mogen we werken in dit mandaat. En mogen we functioneren vanuit uw zalving, vanuit uw genade. En u heeft deze mensen gebracht, Heer, om deel te worden van uw huis en uw gemeente. En het is niet voor niks. Nee, Heer, we hebben gezaaid en de ander heeft bewaterd, Heer, maar u geeft de toename. En zo heeft u ze gebracht, Heer, voor deze tijd in hun leven en voor dit seizoen en voor dit moment, Heer. En dit moment willen we niet zomaar voorbij laten gaan, maar we zijn dankbaar voor uw aangezicht. We danken u, Heer, voor de plannen en de bestemmingen die u op hun leven heeft gelegd. Eén voor één zijn ze uniek geroepen. Eén voor één zijn ze uniek gekozen, Heer, door uw liefde. Eén voor één hebben ze een specifiek plan, Heer, om te staan voor uw aangezicht en u te dienen. Volgens de talenten en de bekwaamheden en de zalvingen en de bedieningen die u aan ze heeft toevertrouwd. En ik bid, Heer, dat daar groei zal zijn. En dat daar ontwikkeling zal zijn. En dat daar doorbraak zal zijn van eventuele blokkades. Ja, dat genezing stroomt. Dat herstel stroomt in de naam van Jezus. En dat u ze machtig gebruikt in Jezus' naam. Dat u ze groots gebruikt, Heer, tot eer en glorie. Heer, van uw naam, Heer. Dat ze werkelijk mogen wortelen in uw huis. En zo mogen opgroeien. Sommigen van hun uitgezonden te worden, Heer. Zelfs tot het uiteinde van de aarde wellicht. Anderen uitgezonden te worden, Heer, om in deze gemeente een plaats in te nemen. Vader, u weet alles. U weet specifiek waarvoor we gemaakt zijn. En u maakt het ons bekend. En Heer, zo willen wij hun aannemen. We willen ze ontvangen. En we willen ze zegenen. En we willen voor ze bidden. En we willen ze dragen. Heren, deze mensen die u toevertrouwt aan uw huis, aan uw gemeente. En we zijn dankbaar, Heren. Want alles wat we aan u overgeven, en elke keer als wij onszelf aan u overgeven, dan geeft u groei. En dan geeft u vermenigvuldiging. En zo mogen we weten, ook op de gemeente, Heren, dat u de gemeente zegent. En zegenende zegent u ons. En vermenigvuldigende vermenigvuldigt u ons. En we verklaren dit in de naam van Jezus. En het volk van God zegt amen en amen. Prijs de Heer tot in alle eeuwigheid. Amen. Prijs de Heer. Dank jullie wel. Amen. Amen. Dank jullie wel. Prijs de Heer. Halleluja. We gaan nog één lied zingen. U bent in de gelegenheid om uw offer achter in de zaal te brengen. En halleluja. Dan gaan we over naar het woord. It's who I am, it's who I am.
Psalm 23 staat: mijn goedheid zal je hele leven achtervullen, achtervolgen.
En we zeggen, u bent een goede, goede vader. Onthoud dat die goedheid je achterna jaagt. Dat betekent dat er constant iets achter jou aan jaagt. Want hij wil jou goedheid geven. Hij wil jou zijn goedheid laten zien. Daarom kan je zeggen, hij is een goede, goede vader. Laat die goedheid je achtervolgen en ga hem herkennen. Dat je zegt, dit is Gods goedheid in mijn leven. Om te zeggen, God die zegt, ik wil je geven, ik wil je geven, ik wil je geven, ik wil je geven. Ik heb alles gegeven. Ik heb mijn zoon gegeven, ik heb heel mijn liefde gegeven, ik heb de vergeving gegeven door mijn zoon, ik heb jullie de Bijbel gegeven, ik heb jullie elkaar gegeven, ik heb jullie de Heilige Geest gegeven, ik wil jullie geven. Maar willen jullie ook ontvangen? Want daar loopt hij tegenaan. En hij zegt, als je kijkt naar de knopen van Nel. Hij zegt, ik ga jullie helpen met die knopen. Ja, dat die eruit gaan. Want ik wil jullie geven. Ik wil dat jullie liefde stroomt erin en eruit. Ik wil dat jullie je vrij voelen. En dan vrij om te doen wat hij voor je heeft. He, zodat de hele wereld kan zien hoe heerlijk het is met hem. En dat het niet tobben is met hem, maar dat het halleluja prachtig is met hem. En ik moet het even kwijt, want ik ga niet zo gauw naar voren, maar mijn hart ging er haast uit. Willen jullie ontvangen? Hij gaat ons helpen het te ontvangen. Dank u Heer. U zij alle eer. I love you Lord. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Prijs God. Ja, er verandert veel in ons leven op het moment dat we gaan beseffen dat hij een goede, goede vader is. En, dus, en dat jij degene bent die geliefd is, het centrum van zijn liefde. Daar verandert iets. Dat is we hebben gezegd, dat is de start ook van je identiteit. Begrijpen, je komt voort uit God. God heeft je gepland. God heeft je bedacht en hij is een goede, goede vader. En dan ga je ontdekken wie jij werkelijk bent.
Halleluja. Dat is ook waar we vandaag mee gaan afronden. We hebben de laatste zondag over het onderwerp worden wie je bent. En vorige keer hebben we wat plaatjes laten zien om inzichtelijk te maken hoe de Bijbel ons nou uitlegt van hoe wij zijn gemaakt in Gods optiek. Dus de Bijbelse principes eigenlijk wat, visueel maken en dan ernaar kijken. De basistekst voor dit onderwerp worden wie je bent staat in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. In 2 Korinthe 5 vers 17 staat daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Zeg eens, alles is nieuw geworden. Dus we zien op het moment dat wij tot Christus komen, dan is alles is nieuw geworden. In Gods optiek, vanuit Gods beeld, is alles nieuw geworden. En we kwamen er dus achter, als we dus even die plaat weer tevoorschijn halen, die plaatjes, dat wij volgens het Bijbels perspectief, we hebben vorige week gelezen over Nicodemus, die komt naar Jezus toe en die vraagt hem, hoe zit dat nou precies? Het kan niet anders, u bent van God gestuurd, maar hoe zitten deze dingen in elkaar? En Jezus die zegt tegen Nicodemus, hij zegt, je kan het koninkrijk van God niet binnengaan als je niet opnieuw geboren wordt. En Nicodemus die zegt, die denkt aan zijn lichaam, die denkt aan zijn ziel. Hij zegt, hoe moet ik ooit weer terug in de baarmoeder van mijn moeder? Dat kan toch niet opnieuw geboren worden? Maar Jezus die zei, ja maar, natuurlijk ben jij geboren, maar je zal opnieuw geboren moeten worden vanuit de geest. Die middelste blauwe cirkel. Vanuit de geest, jouw binnenlijke, jouw innerlijke kern, wie jij werkelijk bent. Daarin zul je opnieuw geboren moeten worden. En dat is ook waar de Bijbel over spreekt. Op het moment dat wij Jezus Heer maakten van ons leven, dan onze geest die eens verloren was, onze ziel die eens verloren was, als zijnde afgescheiden van God voor eeuwig en eeuwig. De liefde van God heeft ons getrokken met die koorden van liefde waar Nel het over had. En heeft ons gebracht naar de plaats dat wij realiseerden, ik heb Jezus nodig als mijn Heer en mijn Verlosser. Hij heeft de prijs betaald voor mijn zonden en ongerechtigheden. Hij heeft de afscheidingsmuur tussen mij en God weggehaald. En als ik hem ontvang, dan wordt die muur afgebroken en kan ik wandelen in de volheid van alles wat hij voor mij heeft. Dan is de weg open naar God. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand anders komt tot de Vader dan door mij. En het is dus door Jezus dat wij toegang vinden tot de Vader. En dat wij dus, daarvoor ben je wees, ben je alleen op de wereld, ben je een remi als zodanig. Geestelijk gezien ben je een remi. Je bent een slachtoffer van allerlei geestelijke invloeden. Maar nu ineens ben je thuisgekomen. Je bent thuisgekomen in het huisgezin van God. Je bent thuisgekomen bij de Vader en de Vader heeft je opgewacht. Hij stond met armen open. Je kwam gebroken, je kwam verslagen, je kwam verdrukt onder zonde. Maar hij waste je schoon. Hij gaf je een nieuwe mantel. Hij gaf je een ring aan je vinger. Hij gaf je mooie schoenen. Hij maakte een groot feest, want eens was jij verloren, maar nu ben jij gevonden en je bent gered en je bent terug. En in Gods optiek is dat gigantisch veel waard, zoveel waard. Die mens, jij en ik, als hij naar ons kijkt, is zijn hart zo vervuld dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus, gegeven heeft om te sterven aan het kruis, om de prijs te betalen die nodig was om jou en mij terug te winnen in zijn tegenwoordigheid. Halleluja, amen. En nou komen we erachter dus, als het wat de Bijbel zegt, is wij zijn nieuw geworden. Nou, wat is nieuw geworden? Onze geest is nieuw geworden. En wat God verlangt, is dat wij gaan ontdekken wie zijn wij nu? Wie is die nieuwe schepping? Gaan leven als die nieuwe schepping. Het kan niet zo zijn dat God arriveert in je leven en dus dat je kind van God geworden bent, maar dat alles eromheen verder hetzelfde blijft. Terwijl de Bijbel leert dat wij met het offer van Christus Jezus zijn wij bevrijd van de vloek. De vloek van armoede zijn we van bevrijd. De vloek van ziekte zijn we van bevrijd. De vloek van de dood en van nederlaag zijn we van bevrijd. En dus er is een avontuur, er is een gebied te ontdekken, er is een erfenis aan ons gegeven. Want de Bijbel leert ons ook, toen Christus stierf, toen liet hij zijn erfenis na. En zijn erfenis was het Godsoort leven. En dat Godsoort leven is het eeuwige leven, maar het eeuwige leven is het leven wat dus ook al nu begint hier op aarde. Het Godsoort leven. En hij liet dus die erfenis na. En die erfenis is voor ons om te begrijpen. Die erfenis, ga je van genieten als je gaat beseffen wie jij bent. In Amerika gebruiken ze de openbare kranten om niet geclaimde erfenissen bekend te maken. Dus er zijn banken met bepaalde tegoeden. Die daar staan van familieleden die dus overleden zijn. Maar ja, dat waren soms verre familieleden. En je wist niet eens dat je ze had, bij wijze van spreken. Maar jouw naam was opgenomen in hun testament. Want er was gezegd, het moet naar een nabestaande toe. En,
Maar die namen die zijn niet altijd te vinden. De grap is ook in Amerika. Ik ben zelf best wel wat in Amerika geweest. En ik heb ook een keertje een reis gemaakt door Amerika. Waarin ik zeg maar in één reis samen met broeder Eldon Wilson hebben we toen 15 of 16 staten bezocht. En je zal versteld staan hoeveel Amerikanen geen paspoort hebben. Ze hebben niet een identiteitsbewijs, niet eens een paspoort. Zijn nog nooit hun plaats uitgekomen. Wonen daar gewoon in een staat en het ziet er ook uit alsof je 50 jaar geleden, zo wandel je daar binnen. Is geweldig. Amerika wat wij zien is vaak heel modern en Hollywood. En wij zien New York en Washington D.C. en we zien de grote steden. Maar een heel groot gedeelte van Amerika zijn gewoon mensen die gewoon daar... Die leven nog sterk in de agrarische cultuur. En een heel gewoon normaal bestaan waarbij... Weet je wel? Oh, you're from Holland? Oh, okay. Ligt Holland in Amsterdam, vragen ze dan? Het is een beetje andersom. Amsterdam, oké. Okay. Oh, Amsterdam ligt in Holland. Oké, maar ligt Amsterdam dan in Europa? Dat soort vragen krijg ik, je denkt. Oké. Maar het is een gezegend volk, hoor. Maar in ieder geval dus hele groepen. Maar het punt is wat die kranten dus doen. Er staat op een gegeven moment staan er goede opnamen van bepaalde mensen. Er staan er tonnen soms. Staan er misschien wel miljoenen. Staan dus op naam van iemand. Maar ze kunnen die persoon niet vinden. Dus wat doen ze dan? Dan zetten ze in die naam, zeggen ze, wil die en die zich melden, want er staat een erfenis die niet geclaimd is. En dat lijkt heel veel op heel veel christenen, dat voorbeeld. Want God heeft zo ook jouw naam opgenomen in het boek van het Lam. Jouw naam staat daar geschreven en er staat een grote erfenis achter jouw naam. Dat is de erfenis die Christus Jezus zelf voor jou achterliet. Maar als je niet gaat ontdekken wie jij bent en je weet niet wat jouw identiteit is, en je blijft maar wandelen in je eigen en je oude identiteit, wie jij was voordat Christus in je leven was, ga je jezelf nooit melden aan het loket van de hemel, zeggende, halleluja, hier is de zoon van de koning. Ik kom halen mijn erfenis. Amen. Amen. Ja, dat klinkt een beetje raar, een beetje hoogmoedig of wat dan ook. Maar het gaat hem erom, Christus heeft een prijs betaald en hij verlangt dat jij komt halen en dat jij wandelt in de volheid van datgene wat hij aan jou gegeven heeft. Worden wie je bent. Worden wie je bent. Je bent waardevol. Je bent gezegend, je bent bekrachtigd, je bent geliefd. En al deze dingen zijn voor sommige zijn mensen die veel verworpen zijn in hun leven, niet een sterke vader- en moederband hebben gekend, dan is dat geliefd zijn kan een heel lastig ding zijn. Mensen die beschadigd zijn in relaties en je bent bedonderd, je bent bedrogen uitgekomen in relaties, dan is je eigen waarde en je hele concept is kapot gemaakt en weet je, wie ben ik en wat is mijn eigen waarde? Jonge meisjes die opgroeien en al heel veel te jong in aanraking komen met seks. En komen op dat vlak, worden ze veel te jong actief en worden misbruikt. En allemaal, en dat soort zaken, dat zijn vrouwen die een probleem hebben met eigen waarde. Wie ben ik? Wat is mijn waarde? En voor jongens kan dat net zo goed zo zijn. Maar op het moment dat wij dus tot Christus komen, hebben we dus net gelezen, dan zijn we een nieuwe schepping. Alle dingen zijn nieuw geworden. En nou moeten we gaan leren hoe wij dat nieuwe in de praktijk van het leven kunnen brengen. En dat doen we door de waarheid van Gods woord. Jezus zegt, hij zegt, als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie werkelijk mijn discipelen. Als jullie in mijn woord blijven, Johannes hoofdstuk 8 vers 31, als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie werkelijk mijn discipelen. Er is geen andere manier om te wandelen in je erfenis, dan te verblijven in Gods woord. Door je denken te richten op Gods woord, door je aandacht te schenken aan Gods woord, door Gods woord te zaaien in je hart en Gods woord voor ogen te houden. En dat te beseffen, dit is de spiegel. Dit is de spiegel waarin ik mijzelf ontdek, waarin ik zie wie ik ben en zie wat Christus voor mij gedaan heeft. Het is het woord van God, het woord van genade wat ons ook een erfenis heeft gegeven. Staat ergens in Handelingen hoofdstuk 20. Het woord van zijn genade heeft ons gebracht naar die erfenis. Dus het is door het woord en door te verblijven in het woord. En daarom staat het woord ook centraal. Wij prediken het woord van God. Wij prediken niet allerlei nieuwsberichten of prachtige anekdotes. Het kan een onderdeel zijn hè, van je preek. Maar de basis van alles wat we doen is het woord van God. Het woord van God is Gods integriteit. Het woord van God was eeuwig en zal voor eeuwig zijn. Hemel en aarde zal voorbij gaan, maar Gods woord blijft voor eeuwig. Je krijgt een stabiel leven en een krachtig leven en een leven van overwinning op het moment dat jij je leven gaat bouwen op het levende woord van God. De Bijbel zegt in Hebreeën 4 vers 12 dat het woord van God is levend en het is krachtig en het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door, zegt de Bijbel, mag de tweede plaat? Het dringt door
tot de scheidingslijn van geest en ziel. Het gaat mij inzicht geven wat nou mijn zielse realiteit is en wat de geestelijke realiteit is. Alleen het woord gaat ons leren hoe we vanuit de geest kunnen wandelen. En de woord niet als de letter, als de wet, maar het woord, het levende woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus de Bijbel leert ons, ik ben een geest, zeg eens, ik ben een geest. Ik heb een ziel. En ik woon in een lichaam. Doen we nog één keer. Ik ben een geest. Ik heb een ziel. En ik woon in een lichaam. Dat is de realiteit van Gods woord. En nu dus ineens, nu die geest wederom geboren is, nou ben ik een nieuwe schepping geworden en dit is als een baby. De Bijbel zegt ook in 1 Petrus hoofdstuk 1, dat als nieuwgeboren baby's verlang naar de zuivere melk van Gods woord. Het is door het woord van God, een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord wat voortkomt uit de mond van God. Het woord van God is voeding voor mijn geest. Het woord van God zorgt ervoor dat mijn geest opstaat in autoriteit. Het woord van God is hetgene wat mij werkelijk identiteit geeft. En dus delen we het woord van God in Gods gemeente. Want het woord van God maakt het verschil in je leven. Mijn gebedsleven. Mijn gebedsleven kan maar zo krachtig zijn als dat de mate van woord is in mijn leven. Alles in mijn christenleven is ondergeschikt aan de waarheid, aan welke plaats krijgt het woord van God in mijn leven. Mijn gebed is heel belangrijk, dat klopt. Maar als ik geen kennis heb van geestelijke principes en ik ken de Bijbel niet goed, dan ga ik allemaal rare dingen bidden. Hè? Heer, ik bid u, wilt u alstublieft bij ons zijn? Dat klinkt als een geweldig gebed, maar God heeft al lang gezegd. En hij zegt het keer op keer op keer in het woord van God. Ik ben bij je. Amen. Op de heenweg, Levi, mijn vrouw is vandaag bij de kinderdienst, bij de Happy Kids. Levi zit achterin en die is aan het leren praten. Dus die is 2,5 en die komt met de meest grappige dingen tevoorschijn. Dus die zegt, 3 keer heeft hij onderweg gevraagd. Mama, weet u zeker dat er vandaag Happy Kids is? 3 keer, zeg ik, ja dat weet ik, want mijn vrouw doet vandaag de Happy Kids, dus hij was ook bij de Happy Kids. Maar het zit ergens in zijn systeem, dus even later, mama, ja, weet u zeker dat het vandaag de Happy Kids is? Ja, vandaag is de Happy Kids. Tot de 3e keer, mama, weet u zeker dat het vandaag Happy Kids is? Ja, Levi, het is vandaag Happy Kids. En mama is bij jou, bij de Happy Kids. Zeg je, waarom vraag je het nou 3 keer? Hè? Wij doen allemaal in de auto, hi, 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 zoals hier vandaag, hi, hi, wat grappig. Heel veel christenen doen dat, volwassen christenen. Heer, ik bid u zo, wilt u bij me zijn? God zegt achter elkaar, ik ben bij je. Maar door gebrek aan het woord van God, doordat het woord van God geen hoge plaats heeft in ons leven, gedragen we ons als een 2,5-jarige. En ons effect is ook als een 2,5-jarige. We zitten, als wij God dienen, zitten we daar in de Happy Kids. Yo, hey, hi, hi. Zie. Maar we doen niet veel van betekenis. Omdat het woord van God heeft niet die plaats gekregen dat onze geest werkelijk kan opgroeien. Een leven van een christen is een leven van een leerling. Ik sprak laatst op een jeugdgroep, ergens in Ermelo. En echt vurige. Ze konden zingen, joh. En prachtig. En een leuke jeugdband hadden ze. En het was echt super. Een hart voor God. Echt. Jongens en meisjes, hun hart voor God, echt geweldig. Het is zo mooi te zien op al die plaatsen waar je komt, dat mensen dienen God en volgen God. Maar ik sprak al, ik zeg, wie kent er een tekst uit zijn hoofd? Ja, een paar mensen kennen een tekst uit. Wie kent er 2 teksten uit zijn hoofd? Nou, ging al heel wat handen naar beneden. Zeg, wie kent er 3 teksten uit zijn hoofd? Nou, toen waren er niet heel veel handen meer omhoog. Ah! We gaan 12 jaar lang naar school, moeten allemaal dingen uit ons hoofd leren, voor proefwerken, dit en dat, cijfers, we zijn helemaal getraind. In de wereld leren we alles uit ons hoofd, want dat is belangrijk. Het is zo belangrijk, want later word je heel succesvol. Leren. Maar de Bijbel denken we echt van, joh, Heer, u doet het, weet je wel, en die melk die blijft maar komen. We gaan echt nergens naartoe. Dan zeg maar op die manier. Je gaat nergens naartoe. Heel veel dingen weet je uit je hoofd, maar begrijp me goed, je hoeft niet de hele Bijbel uit je hoofd te kennen. Maar er zijn echt zoveel dingen in Gods woord die zul je moeten weten. Want als je ze niet hebt staan in je leven, dan kun je er nooit op bouwen. Voor mij is het een beetje te confronteren, want sommige mensen kijken me aan.
Halleluja. Sommige mensen zijn net lid geworden, die denken, nou, ik weet niet hoor. Halleluja. Oké. Je gaat pas worden wie je bent, als je gaat leren leven vanuit je geest. Nou, je geest en je ziel, je ziel is datgene waar jouw wil zich begeeft. Dat is daar waar je besluiten maakt, jouw beslissingscentrum. In jouw ziel maak je ook een besluit als jouw lichaam honger heeft als zodanig. Of jouw lichaam, zelfs met bepaalde lusten die jouw lichaam heeft, bepaalt jouw ziel, jouw beslissingscentrum bepaalt of je daaraan over gaat geven, ja of nee. In jouw ziel zit dus ook het beslissingscentrum wat gaat bepalen, ga ik mij onderwerpen aan de geest, ja of nee? Een van de heftige dingen die wij tegenkomen in de Bijbel, als zijnde wat een probleem is in deze wereld, is de lusten van het vlees, de lust van de ogen, maar ook de trots van het leven. Deze ziel in elk van onze zielen is trots. Wij willen eigenlijk vanuit onafhankelijkheid functioneren. Ik ben ik en iedereen stik. Nee, dat was niet een hele goede rijm ook, maar dat... Vanuit die ziel functioneren, weet je wel, het draait om mij. Weet je wel, ik zit op de troon, ik kies het op de troon. Maar nou komt God in ons leven, nou moeten voortdurend brengen we die ik, brengen we in onderwerping aan God. Heren, het draait niet om ik, het draait om u. Amen. Laten we dat doen. Jezus wordt Heer van mijn leven. Maar dat is een besluit die je elke dag weer maakt. Want die ziel en de lichaam, die blijven een stem hebben. Ik wil zus, ik wil zo, ik vind zus, ik vind zo. Ja, je kan van alles vinden, maar ja, wat hier allemaal gedacht en bedacht wordt, is niet van hetzelfde niveau als wat vanuit de geest voortkomt. Dus, om vanuit de geest, wat is belangrijk voor je geestesleven, wordt gevuld met het woord van God, voortdurend. Daarom hebben we bijbelstudies, daarom zijn we daar, dat zijn verdiepingsslagen van bepaalde onderwerpen. Voed je geest. In de mate waarin je je geest voedt, kun je ook destructieve patronen die zich op dit moment in je ziel, de knopen, waar we het net al over hadden, de knopen worden ontrafeld als je je geest gaat voeden. We hebben ook een voorbeeld aangehaald dat je leven is als een groot huis, waarvan jouw geest uiteindelijk de rechtmatige eigenaar is. Jouw ziel is de manager van dat huis, die zorgt dat huis dat er allerlei zaken bestuurd en geregeld worden in dat huis. En jouw lichaam is de dienstknecht of de slaaf, die moet gewoon de klussen uitvoeren. Weet je, jij doet dit, die ziel die zegt tegen het lichaam, jij doet zus, jij doet zo, nee je moet nog even wachten, zo laat gaan we eten, dit en dat. Dat begeeft zich allemaal, het zijn onbewuste processen, maar dat bevindt zich allemaal daar. Nou, als die geest te lang van huis is, of die is latent aanwezig, maar niet gekoppeld met God, dan bepaalt de ziel hoe jouw leven eruit ziet. En die ziel is niet gemaakt om te bepalen hoe alles eruit ziet, want die is niet de eigenaar van het hele huis. Die is slechts de rentmeester. En die ziel moet dus zijn plaats kennen. Vanochtend begonnen we met die psalm dat David zegt. David die spreekt vanuit een geestelijke realiteit tot zijn ziel, de manager. En hij zegt, jij manager, prijs de Heer. Loof de Heer en alles wat in jou is, prijs zijn heilige naam. En dus vanuit de geest zien we een pijl naar beneden toe, die spreekt tot die ziel en die zegt, en dit gaan we doen, wij gaan God dienen. Jozua en Caleb, twee mannen die het beloofde land ingingen, een hele generatie stierf in de woestijn. Maar twee mannen met hun families gingen het beloofde land in, omdat Jozua was een man die zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, punt. Hij maakte vanuit een geestelijke openbaring maakte hij een besluit om te zeggen, ik en mijn huis, wij dienen de Heer. Los van de ziel, los van de angsten die daar kunnen zitten, los van beredeneringen, los van onmogelijkheden die je voor ogen ziet. Vanuit de geestelijke realiteit, ze hadden niet eens een wederom geboren geest, maar de Bijbel zegt wel dat in hun de geest van de Heer was. Dus zij hadden een andere geest dan al deze andere mannen wordt over hun gesproken. We zien in het Oude Testament dat de geest van God was zeldzaam als zodanig. De geest van de Heer kwam over iemand, dan kon die boven natuurlijk functioneren, maar de geest van God hief zich dan ook weer op van die persoon en dan was die persoon weer gewoon in het natuurlijke, gewoon een normaal mens zonder die geestelijke realiteit. Maar we zien dus die mensen die een relatie hadden met God, dat die geestesrealiteit, dat de sleutel voor al deze mannen en vrouwen van God in het Oude Testament was, dat zij de geest van God en God zelf de hoogste plaats gaven boven hun ziel, boven hun lichaam. Nu Jezus is gekomen, kunnen wij dus wederom geboren worden, wij krijgen een nieuwe geest. En we hebben geleerd dus dat zoals Christus kwam, hij stierf aan het kruis, werd begraven en stond op uit de dood. Als wij het doopwater ingaan, dan ook sterven wij aan ons oude leven, onze oude identiteit zonder God. En wij staan op in nieuwheid des levens, wij staan op als een nieuwe schepping.
Wij leren nu wat het is om te leven vanuit die nieuwe schepping. Nou, nu jij een nieuwe schepping bent, zijn er bepaalde dingen die horen niet meer in jouw leven. Die horen niet meer in. Bepaalde patronen wat jij voorheen altijd deed, hoort er niet meer. Misschien heb je een neiging om iemand helemaal verrot te schelden in het verkeer. Als ze je afsnijden. Of weet je wel, je hebt losse handjes. Je wil iemand helemaal in elkaar slaan op het moment dat ze jou dwars zitten. Of je bent, dat zijn een beetje de agressieve vormen. Maar of je bent bij de belastingopgaaf, wil jij het even wat anders presenteren dan dat de werkelijkheid is. Of bij, weet je wel, bij het, allerlei voorbeelden, leugens. Ten opzichte van anderen, dat je, weet je wel, als het moment dat de druk hoog wordt, dan begin je te liegen. Kunnen allemaal factoren zijn, dingen die in je leven zijn. Dat hoorde bij jouw oude mens. Die oude mens is gekruisigd met Christus. Die hoort bij je oude identiteit. Nou, veel christenen die leven in een soort schizofrenie. Want aan de ene kant leven ze nog in oude patronen van de oude mens. En aan de andere kant willen ze ook functioneren in die geestesrealiteit. Heren, mijn leven is van u. Liederen zingen we met een oprecht hart. Heren, mijn leven is van u. Maar door de weeks is God helemaal niet deel van ons dagelijks leven. En leven we helemaal hier. Heren, mijn leven is van mij. En het punt is, dan komt God niet tot zijn recht. God kan niet tot zijn recht komen in ons leven. En wij gaan ook niet ontdekken wie wij zijn. En we komen elke keer weer met hangende pootjes komen we bij God. Omdat wij niet volwassen zijn geworden. We zijn niet gegroeid in de kennis van God. En we weten dus ook niet wat het is om te wandelen met God. De discipelen moesten leren om Jezus te volgen. En die konden naar hem toe, een geografische plaats. Gewoon een plaats waar ze afspraken, waar ze zo laat vertrokken om naar de volgende plaats te gaan. Dus de discipelen die konden heel dicht bij Jezus zijn. Dat kunnen wij op die manier niet. Niet naar een geografische plaats. Anders dan dat we komen naar de gemeente of naar bijbelstudies. Waar Jezus centraal staat en waar we leren van hem. Maar wat wij wel moeten leren is dus, wat wij wel hebben. Jezus is het levend geworden woord. Is dat wij ook zijn woord hebben en we hebben zijn geest gekregen. En wij moeten dus dagelijks afgestemd zijn op de Heilige Geest. Heilige Geest, wees deel van mijn leven. In elke stap die ik zet, in alles wat ik doe, in alles wat ik onderneem. Elke situatie die voorkomt vandaag. De Heilige Geest, God staat centraal. Leren leven vanuit je geest. Nou, vanuit die geest kom je erachter van, dan moet je gaan ontdekken van, oké. Je bent dus nu een nieuw persoon geworden en ik wil dus nu gaan kijken in het woord van God. Wie ben jij dan? Wat zegt de Bijbel over jou? Wat zegt de Bijbel nou over jou? Want zo zul je jezelf moeten gaan zien. En dan zie je hele bijzondere dingen. Een van de dingen waar de Bijbel over spreekt is, jij bent opgestaan uit de dood en je bent gezeten in de hemelse gewesten. Jij bent opgestaan uit de dood. Dat betekent, de dood heeft geen recht meer over jou. Om het zo maar te zeggen, jij kan niet meer dood. Ja, zeg je maar, hé, er gaan toch mensen dood? Ja, je lichaam, je laat je lichaam achter, maar jij kan niet meer dood. Jij bent met Christus gekruisigd en je hebt eeuwig leven gekregen. En toen Christus stierf, toen stierf jou, jij. Jij bent al dood gegaan. Het enige is, als jij jouw natuurlijk lichaam achterlaat hier zo, jij leeft door met hem. Afwezigheid in het lichaam is aanwezigheid bij de Heer. Dus de dood heeft niet meer die macht, heeft niet meer. Sommige mensen, christenen ook, zijn bang voor de dood. Nou, daar moet je mee dealen door de waarheid van Gods woord. De dood heeft geen heerschappij meer over jou. Waarom? Omdat de zonde geen heerschappij meer over jou heeft. De Bijbel zegt in Efeze hoofdstuk 2 vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Dood, afgescheiden van God. Dood door de overtredingen en uw zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Wie weet dat in deze wereld is een invloed die je brengt in zonde. In deze wereld. Als jij meedoet met hoe de wereld alles doet, dan kom je automatisch in zonde terecht. Want de geest van de wereld heeft geen normen en waarden. De geest van de wereld is de macht van de duisternis. En dus hoe verder je jezelf geeft aan de wereldse cultuur als zodanig, kom je meer in goddeloosheid, in afgoderij en onreinheid terecht. Maar hij zegt daarvoor, voordat jij tot God kwam, wandelde jou in. Dat was een duidelijke scheidingslijn. Vanaf het moment dat Christus in je leven komt, moet je dus leren om te gaan kruipen, lopen, wandelen, op eigen benen staan. Zodat je niet meer steeds teruggetrokken wordt in oude patronen. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Spreekt over de macht van de duisternis.
Voorheen wandelde u daarin. Zie je dat, vers 2? Voorheen, dat eerste stukje. Voorheen wandelde u daarin, onder die macht. Nu niet meer. Vers 3. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Als je dan weer even denkt aan die driehoek, dat onderste, je functioneerde. Als de Bijbel spreekt over vlees, spreekt het over jouw oude natuur. Jouw oude natuur zonder God. Voorheen wandelde jij in je oude natuur. Nu niet meer is de bedoeling. Amen. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. De gedachten die voortkwamen vanuit het vlees. Vanuit die ik. Ik op de troon. En wij waren van nature kinderen des torens evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, of bent u behouden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wow. Dus wat zien we? We zijn met Christus opgewekt uit de dood. En we zijn met hem, onze geestelijke positie. Kijk, denk weer aan de driehoek. Onze geestelijke positie is dat wij zijn gezeten in de hemelse gewesten aan de rechterhand van God, daar waar Christus zit. We hebben dus autoriteit gekregen. Jij hebt autoriteit gekregen. Zie je dat? En wat betekent dat nog meer? Lezen we in 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 9 tot 11. Je bent schoongewassen, je bent geheiligd en je bent gerechtvaardigd. Zou dat eens zeggen? Schoongewassen. Geheiligd. Gerechtvaardigd. Ja, maar zeg je misschien, nou dat ben ik helemaal niet. Want ik heb allemaal dingen in mijn leven, die zijn helemaal niet heilig, die zijn helemaal niet rein. Oké. Maar er gaat pas iets veranderen als jij gaat ontdekken wie jij bent. Want als jij nu daarin wandelt, onreinheid en vuiligheid en zonde, jij bent beter dan dat. Jij bent beter dan dat. Jij hoeft dat niet meer te doen. Jij bent beter dan dat, want God heeft je beter gemaakt. Het is onder jouw niveau om daarin te functioneren. En dat is leven vanuit je nieuwe identiteit. Jij bent beter dan dat. Er is aan jou sterkte, kracht, autoriteit gegeven. Jij bent beter dan dat. Je hoeft niet meer te wandelen in die low-level devil taferelen. 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Klinkt klare taal. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar, u bent schoongewassen. U bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Halleluja. Dit is heel krachtig wat hier staat. Want het punt is, wat wij soms denken is, we kunnen de homofilie kunnen we meenemen vanuit ons oude leven, zo de nieuwe leven, de nieuwe kerk in. Prijs de Heer, ik wandel in de liefde. Ik was een homo, ik ben een homo. God heeft iedereen lief. Ja, God heeft iedereen lief, inderdaad. Maar God kan je zielsverlief hebben, je gaat voor eeuwig verloren. Hij houdt nog steeds van je, want Gods liefde is eeuwig. Maar de Bijbel leert ons dat als ik blijf functioneren in oude patronen, dat zijn duivelse patronen, die trekken mij naar verdoemenis. Mag ik zeggen zoals het is? Mag ik vertellen zoals de Bijbel het zegt zoals het is? Ik hoef niet een evangelie te maken om het mooi opkalefateren anders te maken dan wat het is. Als ik blijf functioneren in oude patronen, de Bijbel zegt dwaal niet. Je kan het koninkrijk van God niet beërven. Dus er moet iets gebeuren. Weer terug naar de driehoek. Er moet iets gebeuren. Ik moet dus aan de slag. Aan de slag met patronen die zich hierin bevinden. Of dynamieken die zich hierin bevinden. Ik moet dat. De Bijbel zegt, vanuit je geest. Je bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Maar dat moet zijn doorwerking gaan hebben in mijn ziel en in mijn lichaam. Alle onzekerheden, alle patronen moeten in onderwerping komen aan de waarheid van Gods woord. Jezus zegt dus, je bent waarlijk mijn discipel als je blijft in mijn woord. Johannes 8 vers 31, dan vers 32 zegt hij, en je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Vrijmaken waarvan? Lees maar de context. Vrij van zonde.
Vrij van zondige patronen. Vrij van zondige begeerten, al deze dingen. Is het dan helemaal weg? Nee. Zolang je hier op aarde rond blijft, blijven daar verleidingen en blijven daar hormonen. En weet je wel, sommige mensen zouden denken, hormonen zijn demonen. Toch zijn dat twee verschillende dingen. Maar dat blijft een invloed hebben. En al die dingen die... Maar... De Bijbel zegt, diegenen die van Christus zijn, die hebben de oude natuur gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Ik breng dit in onderwerping elke keer aan de geest van God. Want ik leef niet meer vanuit hier. Ik leef niet vanuit een laag niveau, een dierlijk niveau, een beestachtig niveau. Ik leef vanuit een goddelijk niveau. En dat ook Jezus moest dat leren. Ik kan daar niet te lang over bij stilstaan. Maar ook Jezus moest leren functioneren daarin. We moeten begrijpen dat Maria... kreeg het kind in haar baarmoeder doordat de Heilige Geest daarover schaduwde. Dus hij werd geboren vanuit God, zoals wij nu. Als wij tot Christus komen, worden wij op dat moment geboren uit God. Jezus werd al als baby geboren uit God. Maar hij ook, Lucas hoofdstuk 2, vers 41 en verder, en vers 52. Daar staat dat hij moest groeien, hij groeide in wijsheid. Hij groeide in gunst bij mensen en bij God. Hij groeide. En op 12-jarige leeftijd was hij te vinden bij de Bijbelleraren in de tempel, waren zijn ouders hem kwijt. Hij was aan het redetwisten met de Bijbelleraren van die tijd, op 12-jarige leeftijd. Waarom? Hij was bezig in die Bijbel. Hij was bezig in de schrift. Hij had niet het Nieuwe Testament, alleen het Oude Testament, maar hij was bezig. Bezig om zichzelf te ontdekken in de geschriften. En dus toen hij in Lucas 4 vers 18 sprak in Nazareth, toen hij zei de geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te prediken aan de armen en de gebrokenen van hart te herstellen en vrijlating te verkondigen aan de gevangenen en het aangename jaar des Heren te verkondigen en de wraak van onze God. Toen zei hij, zegt, vandaag zijn deze woorden in uw oren vervuld. En zei hij eigenlijk, jongens, we lezen al honderden jaren lang deze profetie, maar dit ben ik. Dit ben ik en het is vervuld vandaag. Ze zeiden allemaal, dat is toch gewoon de zoon van Jozef? Snap je? Dat is toch gewoon de zoon van Jozef? Maar Jezus had geïnvesteerd in zijn leven om te weten wie hij was. En omdat hij wist wie hij was, kon hij functioneren in autoriteit en kracht. En hetzelfde geldt voor jou en voor mij. We ontdekken door de waarheid van Gods woord wie wij zijn. En dus, wat mensen soms proberen, is... ik heb allemaal verkeerde neigingen in mijn ziel en ik heb verkeerde neigingen in mijn lichaam. En wij proberen ook hier de strijd te strijden. Ik moet mijzelf verbeteren. Ik moet mijzelf en mijn verrekte lichaam ook. En we zijn maar aan het knoeien en we zijn maar aan het stoeien en we zijn maar aan het knokken in onze ziel met zielse input, allemaal zielse dingen. En wat gebeurt er? Je krijgt misschien wel wat verbetering, maar je krijgt nooit de overwinning die God voor je beoogd had. Want de overwinning zit hem vanuit leer je om te... leer je op het moment dat je gaat functioneren vanuit je geest. In de geest die gekoppeld is aan de Heilige Geest, want daar is die uit voortgekomen, hierin zit de kracht. Oké. Had ik maar 12 uur om dit even aan jullie door te geven. Je bent de gerechtigheid van God. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus Jezus kijkt naar jou en zegt, je bent schoongewassen. En wij denken, oh, schoongewassen, ik ben helemaal niet schoon. Ja, je bent schoon en jij kan nu gaan leven vanuit jouw schoongewassen identiteit. Je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd. En dus zien we in die tekst hier zo, 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Hij die geen zonde gekend heeft, Jezus, heeft hij, God de Vader, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Hij werd onze zondige natuur, zodat wij de goddelijke natuur konden ontvangen. Halleluja. Hij betaalde de prijs en hij stierf als een zondaar, als zodanig. Christus stierf als een zondaar. Hij stierf met al onze, hij had zelf geen zonde in zijn leven, maar hij nam jou en mijn zonde. Hij betaalde met de prijs die zijn leven kostte, opdat zijn gerechtigheid die hij had aan ons gegeven zou kunnen worden. En dat was een geweldige wisseling, een plaatsvervanging wat daar plaatsvond. Jij bent meer dan overwinnaar. Kijk, en op een gegeven moment moet je deze teksten die ik aanhaal, die teksten moet je gaan uitwerken en die moet je gaan schrijven en plakken op je koelkast of
Bij je nachtkastje, wat dan ook. Er zijn bepaalde gebieden waar je echt mee kan knokken. Waar je blijft maar hangen in je oude natuur. Dan wordt het tijd om die onderwerpen te gaan uitzoeken. Wat zegt Gods woord? Want Gods woord, er zit zoveel kracht in Gods woord. Als je dat vestigt in je hart en je dat ontvangt in je ziel, dan zal je ziel behouden worden. Dan zal je ziel herstellen. Dan zal je ziel gezond worden. Je emoties worden gezond. Jouw wil wordt weer gezond. Jouw zienswijze over jezelf wordt gezond. Alles wordt gezond door het water van Gods woord. Door het water van Gods woord wat schoon was. Oké. Nou, de Bijbel zegt, je bent meer dan overwinnaar. Romeinen 8 vers 37. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles, hij spreekt over moeilijkheden en verdrukkingen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Nou, wat is jouw identiteit? Wie ben jij? Je bent niet een slappeling. Je bent niet een loser. Je bent niet een teruggetrokken persoontje waar iedereen maar overheen kan lopen en jij bent de zielepoot. De Bijbel zegt, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Jij bent meer dan overwinnaar. Jij staat daarboven. Wat er in jouw leven gebeurt en de aanvallen die er zijn en zelfs de verdrukkingen of de toetsingen die er zijn. Jij, op het moment dat jij gaat staan op het woord van God, dan zeg je niet langer, oh, ik ben een slachtoffer. Maar dan zeg je, ik ben meer dan overwinnaar door hem die mij lief heeft. Niet uit mijn eigen werken, niet uit mijn eigen kracht, maar omdat hij dat werk heeft gedaan voor mij. En ik ervoor kies om daarin te wandelen. Amen. En dat is dus elke dag een keus. Ik heb elke dag de keus. En bij elke situatie, wat misschien maar ruikt naar nederlaag, dan kan ik zeggen, ga ik erin mee? Ga ik erin mee? Of ga ik staan op het woord van God? Patronen in je huwelijk. Oh, weet je, sommige dingen leiden altijd tot ruzie. Nou, er komt een moment in je leven dat je zegt, ga ik daar nou in mee? Blijf ik dat doen? Of kies ik ervoor? Ik kies leven. Ik kies vrede. Ik kies de weg van de geest. Ik wijk een beetje af omdat ik moet gaan afronden. Galaten hoofdstuk 5, vers 22. Nee, laten we doen vanaf vers 19, volgens mij. Galaten hoofdstuk 5, vers 19. Even kijken. Ik denk namelijk dat het heel erg bepalend is dat willen wij worden wie wij zijn, wil jij worden wie jij bent, dan moet je afscheid nemen van datgene wat je niet meer bent. Ga ik nog een keer zeggen. Wil jij worden wie jij bent in Gods ogen, dan moet je afscheid nemen van wat jij niet meer bent. En dat is een heel groot nieuwtestamentisch thema. In de brieven van Paulus zie je voortdurend dat je moet uitdoen, dat je als het ware je oude kleding uittrekken. En je moet je nieuwe kleding aantrekken. Je moet werkelijk afscheid nemen van die oude dingen die niet meer horen bij je nieuwe identiteit. En je moet aangaan trekken jouw nieuwe identiteit. Als jij 's ochtends voor jouw kledingkast staat, als het ware, dan trek je je pak aan, schoongewassen. Je broek aan, geheiligd. Weet je al? Je schoenen aan, gerechtvaardigd. En dat is hoe je dag ingaat. Amen. Sommige mensen zeggen, ja, maar wij zijn allemaal een zondaar, gered door genade. Nee, dat kan niet. Je kan niet. Je kan niet een zondaar zijn en gered door genade. Je bent of een zondaar, of je bent gered door genade. Als jij zegt, ik ben een zondaar gered door genade, heb je op dat moment voor jouzelf gerechtvaardigd dat jij in zonde mag wandelen. Maar zonde is een killer. Wie wil er nou in zonde wandelen? Je wil af van die zonde. Ja, maar dat kunnen we niet. Niemand kan afkomen van de zonde. De Bijbel zegt wat anders. De Bijbel leert ons dat daar kracht van God is. De Bijbel zegt ook, daar is vergeving. Op het moment dat jij een misstap maakt, dat God is getrouw en rechtvaardig om jou te vergeven van elke zonde. Beleid het voor zijn aangezicht. Geef de duivel geen voet. Wandel vrij. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Dat is je oude natuur. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Vers 20. Afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer. Volgende vers. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik u ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Wie herkennen daar dingen in die lijst waarvan je denkt van, ja, daar zie ik wel wat dingetjes waar ik zelf vroeger, heel lang geleden,
in heb gewandeld. Huh? Wij zijn allemaal, hebben we dat, hè? Sommige mensen steken hun hand niet op en denken, nee, dat kan, hè? Misschien, hè? Misschien is over jouw moeder is de Heilige Geest gekomen en zegt, in je schoot zal... Het zou kunnen dat jij gewoon gelijk uit God geboren bent, zou kunnen. Meld je ook even na de dienst dan, hè? Ik sta daar straks. Ik wil graag met je kennis maken. Maar de rest van ons, die hebben deze dingen, die hebben die oude natuur, is allemaal onderdeel van ons. En sommige dingen zeg je van, nou, dat heb ik, nee hoor, zo poe, nee, dat heb ik nooit gedaan, dat heb ik nooit gedaan. Andere dingen zeg je, ja, snel door naar de volgende. Want dat past helemaal bij wie jij was. Misschien was je wel ontzettend jaloers of wat dan ook. Misschien ben je wel een moordenaar geweest, kan hè? Dronkenschap. En dergelijke. Dus een hele categorie. Maar we begrijpen in welke hoek het zit. Dat is je oude natuur. En dan zegt hij, je kan, als je zulke dingen doet, kun je het koninkrijk van God niet beërven. Is heel simpel, hè? Een nieuwtestamentische kerk, moeten we daar gewoon... Dat is gewoon wat de Bijbel zegt, hè? Dat is gewoon, je beërft het niet. Je mist de boot. Dus dat moet niet. Je moet niet die boot missen. God zegt, kom op die boot. Hè? Volgende vers. Vrucht van de geest. En weet je wat die staat? Die staat de vrucht van de geest met een hoofdletter. Vroeger hadden ze niet onderscheid tussen hoofdletter en kleine letter. Ik denk dat het de kleine G moet zijn, want het is jouw wederom geboren geest. De vrucht van de wederom geboren geest, want het spreekt namelijk over jouw oude natuur en jouw nieuwe natuur. De driehoek, jouw oude ziel en lichaam en die bovenste, de geest. Jouw wederom geboren geest, gekoppeld aan de Heilige Geest. Natuurlijk is dit de vrucht van de Heilige Geest. Dit is de goedheid van God, maar als het nog bij de Heilige Geest is, dan is het ver weg. Dan heb ik het nog niet. Maar als het in mijn wederom geboren geest is, dan heb ik het voortdurend bij me. Dat is wat ik heel sterk geloof. God heeft jou een nieuwe natuur gegeven. En in die nieuwe natuur draag jij deze ingrediënten voortdurend met je mee. De vrucht van de geest is echter, liefde heb je in je hart. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5, het is uitgestort in je hart door de Heilige Geest. Blijdschap, de Bijbel zegt, de vreugde des Heren is jouw kracht. Vrede, Jezus zegt, mijn vrede laat ik jou. Mijn vrede geef ik jullie, niet zoals de wereld het geeft, geef ik het aan jullie, is aan ons gegeven. Geduld, de Bijbel zegt, laat geduld een perfect werk in je hebben, opdat je volmaakt zult zijn en compleet en het jou niet aan niets zal ontbreken. Jacobus hoofdstuk 1, of vers 2, hoofdstuk 2 geloof ik. Vriendelijkheid. De Bijbel zegt, laat je vriendelijkheid bekend zijn aan alle mensen. Al deze dingen, de Bijbel maakt voortdurend aanspraak op al deze dingen, want ze zijn al in je leven geïnvesteerd. Je draagt ze mee. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al deze dingen heb jij in jouw wederom geboren geest. Nog één keer de driehoek. Hier zie je, vanuit jouw geest heb je al deze zaken. En dat is dus wie jij bent. Jij bent geduldig. En voor sommigen is dat een uitdaging. Ik vertelde al, soms kan het met de kinderen kan het ook een uitdaging zijn in het gezin. Dat je op een gegeven moment zegt, wauw, ik moet nu niet gaan tappen vanuit mijn oude natuur. Ik moet functioneren vanuit het geduld wat is in mijn wederom geboren geest. Amen. Op je werk kan het ook zo zijn. Er kunnen dingen zijn, mensen kunnen bloed onder je nagels vandaan halen. Dan word je echt getoetst. Ga je nou functioneren vanuit je geest? Of ga je functioneren vanuit je vlees? Bij wijze van spreken. Ik maak het heel, heel druk, maar snap je wat ik bedoel te zeggen? Er is elke keer heb je een keus. En de Bijbel leert dat ook, Romeinen hoofdstuk 8. Ik kies elke dag, ik kies voor elke situatie. Wandel ik naar de geest of wandel ik naar het vlees? Maar de Bijbel zegt, en dat lezen we dus ook hier... In Romeinen of in Galaten hoofdstuk 22, dat de vrucht van de geest is. En vruchten voortbrengen is een proces. Als ik een appelboom plant, dan is daar eerst moet daar een wortelstructuur komen. En de Bijbel leert ons die wortelstructuur is de liefde van God. En hoe dieper ik geworteld ben in de liefde van God, kan die stam kan gaan groeien en kan sterk worden, krachtig. En er kunnen takken gaan ontstaan en die takken worden groter en sterker. En dan komen er eens bladeren en die bladeren krijgt een bloesem. En vanuit die bloesem die bevrucht wordt, zien we dus dat dan ineens ontstaat daar de vrucht. En wat betekent dat? Laten we eens teruggaan naar Galaten hoofdstuk 5 vers 16. Dat sowieso dat er werk is aan de winkel. Je kan niet een wijngaard planten en dan volgende dag verwachten dat je gelijk alle vruchten kunt plukken. Je zal aan het werk moeten in je wijngaard.
Je moet zorgen dat onkruid wordt weggehaald. Je moet zorgen dat de plant die opgroeit goed verzorgd wordt. Je moet gaan bewateren. Je hebt aandacht. Geef aandacht aan jouw wederomgeboren geest en je zult voortbrengen deze vrucht. De vrucht van de geest moet ontwikkeld worden in je leven. En bepaalde aspecten van die vrucht van de geest kunnen onderontwikkelde gebieden zijn. Ga ermee aan de slag. Werk eraan. Je zal merken, die vrucht van de geest, het zit in je. Maar als jij het gaat verzorgen, je gaat het aandacht geven en het gaat groeien, dan ga je het ook werkelijk voortbrengen. Nou, er is één manier om meteen af te zijn van de werken van het vlees. Dat is als iemand je doodschiet. Bijvoorbeeld. Iemand schiet je dood, daarbij heb je gelijk geen last meer van je vlees. Alleen, dat is dus niet de oplossing. Ik ken ook christenen, die zijn helemaal depressief geworden vanwege het feit dat ze zo geconfronteerd worden met hun zondige natuur. Dat ze helemaal depressief worden. Ja, ik ben zondig en ik heb zulke foute dingen gedaan. Ook Judas bijvoorbeeld, die had ook berouw. Maar zijn berouw leidde tot de dood en hij verhing zichzelf. Petrus ging ook de mist in, verraadde ook Jezus. Maar zijn berouw leidde tot bekering en de goedheid van God. Dus berouw kan twee kanten opgaan. Zo kan elke situatie van mijn leven, hoe ik de plank ook misslaat, kan twee kanten opgaan. Of ik schuif de kant op naar de dood, of ik schuif de kant op naar het leven. Het is mijn keus. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Als ik mij laat leiden door de geest en ik voed mijn geest, ik kom naar de samenkomsten. Daarom ben ik zo altijd zo enthousiast over samenkomsten, bijbelstudies en het woord van God. En daarom luister ik door de week, voortdurend bijbelstudies. Niet omdat je zegt van, ja, maar jij bent voorganger, dus jij moet dat. Dat deed ik ook voordat ik voorganger was. Heeft niks te maken. Heeft te maken met mijn identiteit. Ik kan alleen wandelen in de identiteit die God mij heeft gegeven als ik wandel naar de geest. Hetzelfde geldt voor jou. Je vult jezelf met Gods woord. Je hebt God centraal staan in je leven. Wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dan zie je dat het vlees en de oude natuur die begint steeds meer naar de achtergrond te raken. Volgende vers, ik ben aan het afronden. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen doen. Wat staat hier? In die driehoek zien we dus de verlangens van de geest, die hebben een hele andere richting dan die verlangens vanuit die oude natuur. En die strijd is voortdurend gaande. Romeinen hoofdstuk 6, 7 en 8 spreken daarover. Die strijd is gaande. Maar functioneer ik nou vanuit mijn oude natuur of ga ik functioneren vanuit mijn nieuwe natuur? Hangt af van mijn keuzes. Ik heb het verlangen binnenin mij om me over te geven aan de begeertes van het vlees. Dat is wat hier staat. Maar ik heb ook het verlangen binnenin mij om God te volgen met alles wat in mij is. En er staat dus, u doet niet wat u zou willen. Mensen zeggen, ja, wat betekent dat? Nou, er is er altijd één die het onderspit moet delven. Iets binnenin mij. Het is of mijn geest gaat regeren of mijn ziel die neemt het over met het vlees. Volgende vers. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En de wet heeft ook te maken met zonde, onder veroordeling leven. En dan krijg je vers 19. Krijg je de werken van het vlees, al deze dingen. Hij zegt dus, maar wat hij dus uitlegt hier, vers 25, laatste vers. Vers 25, als wij door de geest leven, en eigenlijk staat er letterlijk, als onze geest levend is gemaakt, dat is onze wederomgeboren geest, als onze geest levend is gemaakt, laten wij dan ook door die geest wandelen. Ik ga het nog een keer lezen. Als onze geest, we hebben die driehoek, die geest was eerst dood, maar die is levend gemaakt, als die nu leeft, en God heeft hem levend gemaakt, laten we dat dan ook in de dagelijkse praktijk brengen. Dat is wat hier staat. Laten wij dan ook door die geest wandelen. Halleluja. Wat het mooie is van dit onderwijs, worden is wie je bent, is dat God heeft je alles al gegeven om te kunnen zijn wie je bent. Alle ingrediënten zijn al aanwezig om te zijn wie jij, om te worden wie jij bent. Om te zijn die overwinnende christen. Om te zijn die christen met geduld en zelfbeheersing. Al die dingen zijn al binnenin jou. Het is allemaal gegeven. Je hebt het hele pakket binnen handbereik. En het is afhankelijk van onze keuzes of wij werkelijk gaan functioneren in je nieuwe identiteit of in je oude identiteit. Jij hebt de keus. Ja, we zeggen, ja, maar dat is niet makkelijk. Nee, dat is voor niemand makkelijk. Het is voor niemand makkelijk. Maar als jij steunt op de genade en de kracht van God, dan zul je merken, God is altijd daar om jou te helpen. Jezus zegt, je bent niet als wezen, word je achtergelaten, maar ik zal je sturen mijn helper, zegt hij, de Heilige Geest. De Heilige Geest is gegeven om jou te helpen. Dus ik wil je uitdagen, nu aan het einde gekomen van deze serie. Worden wie je bent,
heeft te maken. Durf ik mijzelf elke dag van mijn leven over te geven aan God? Durf ik mijzelf in elke situatie van het leven, mijzelf, te richten op wat God zegt? Op hoe God de dingen ziet? Durf ik mijzelf te investeren in het woord van God? Dat ik werkelijk dat woord voor ogen ga houden. Dat ik ga beseffen de kracht en de waarde van het woord van God. Dit is een proces. Niemand kan voor je bidden. Zeg maar, nou ga ik met je bidden. Of hier is een hele gezalfde pastor. Niemand is gezalfd genoeg dat jij naar voren mag komen. En dat er handen op jou worden gelegd. En poef! Vanaf dat moment ben jij klaar. Geen enkele zonde meer in je leven. Nooit meer ergens last van. Altijd overwinning. Die zalving is er niet. Nee, er is zalving aan jou gegeven. Er is kracht van God aan jou gegeven om elke keer de juiste keuzes te maken. Hij zal je leiden, hij zal je begeleiden, hij zal je kracht geven. Daar is ook genade als je struikelt, maar daar is ook een groeiproces. Een verantwoording nemen en een groeiproces. Ik begin met de melk van Gods woord, maar vervolgens... En de melk van Gods woord is, God heeft je lief, God waardeert je, God ziet het met je zitten... Als je struikelt, helpt hij je overeind. Al deze dingen zijn zo belangrijk, want je kan nooit je babyfase overslaan. Die moet je hebben staan. Maar als dat staat, dan moet je gaan ontdekken wat het is om eigen verantwoordelijkheid te dragen. Hoe kan jij het licht zijn in deze wereld? Ben jij het zout in deze aarde? Hoe functioneer jij in deze wereld in de gerechtigheid van God? Hoe breng je in de praktijk Gods heiligheid? Al deze dingen worden op een gegeven moment en nou word je volwassen, volwassen, volwassen. Wie ben ik in het koninkrijk? Je stapt uit in geloof. Je beseft de kracht van God is in mij om zelfs voor zieken te bidden. En zij zullen genezen. Je beseft dat als jij spreekt het woord van God, dat dingen in werking worden gezet. Wat situaties, zelfs regio, landen, verandert. Je beseft, God heeft me gestuurd misschien wel om een boodschap te prediken. Wat dan ook. Je gaat werkelijk doen wat God van je heeft gevraagd. Maar dan zul je wel door al die fases heen moeten. Van groei en ontwikkeling. Zoals Jezus zelf ook. Hij groeide op in wijsheid. Hij groeide in de gunst van God. Hij groeide in de kennis. Hij groeide, groeide, groeide op. Totdat hij daar was in de volwassenheid van autoriteit en kracht. En kon schijnen en werkelijk betekenis en zijn leven kon geven voor deze wereld. En hetzelfde is waar voor jou en voor mij. Wij zijn geroepen om van betekenis te zijn in deze wereld. Dat Gods natuur in ons zijn volledige ruimte krijgt. Zodat wij de afspiegeling kunnen zijn van wie God is in deze duistere wereld. Wij zijn degene die het licht maken in deze duistere wereld. Als jij wordt wie je bent. En wij dat lichaam, werkelijk dat lichaam gaan... Er wordt met snoepjes gestrooid hier. Als wij werkelijk dat lichaam gaan zijn die opstaan in die volwassenheid. Oh, dan merken we, dan gaan dingen veranderen in ons leven. Je huwelijk zal nooit meer hetzelfde zijn. Ruzies neem je afscheid van. Conflicten hou je mee op. Al deze dingen, je kapt ermee. Je gaat alleen nog maar voor de gerechtigheid van God. He, er kan een conflict zijn, maar dan vanuit de basis, vanuit Gods woord en zijn gerechtigheid. In Jezus' naam, halleluja. Zoals je het hoort hebt, ik kan wel doorgaan totdat het morgenavond 10:00 is. Laten we gaan staan. Worden wie je bent. En lieve mensen, wat ik zeg. Er is tijd, echt tijd tekort. Daarom ben ik blij met boeken zoals dit boek van Jan Pol. Identiteit, worden wie je bent. Als je zegt, dit is iets, wow, dit lijkt. Dat je zegt van, ja Bernhard, ik begrijp wat je zegt. Maar wow, ik merk dat ik hier echt in achterloop. Ik wil hier in meer tijd. Hier moet ik echt mee aan de slag. Neem dit soort boekjes. Koop zo'n boekje. Zo'n boekje kost nog geen 10 euro. Haal zo'n boekje in huis, ga ermee aan de slag. Ander boekje van Wilkin van der Kamp, Wie je bent in Christus. Ook een prachtig boekje van Wilkin van der Kamp, die jou helpt om je identiteit te ontdekken en daarin te gaan wandelen. Als jij zegt van, wauw, ik begrijp wat je zegt, maar ik heb dit nog niet in mijn leven, of ik kan hier nog in groeien, of je kent iemand die je wil bemoedigen daarmee. Die boekjes zijn beschikbaar in de Resource Center. Halleluja. Laten we staan voor Gods aangezicht op dit moment, heren. We danken u voor uw woord. In sneltreinvaart, heren, zijn we er doorheen gegaan vandaag ook om te zien wat uw woord zegt, heren, vanuit onze nieuwe schepping. Wie wij zijn in u. Schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. En tegelijk beseffen we ook, dat is onze identiteit, maar het is ook een proces. Het is door de werking van uw geest dat wij schoongewassen worden. Ja, wij zijn schoongewassen vanuit onze nieuwe identiteit. Maar ook in de dagelijkse praktijk hebben we het woord van God nodig die ons elke keer weer wast en schoonmaakt.
Heer, met zachtmoedigheid willen wij ontvangen het geïmplanteerde woord wat onze zielen kan redden en behouden. Heer, we willen niet gelijkvormig zijn aan deze wereld, maar we worden getransformeerd, Heer, door het vernieuwen van ons denken, omdat wij uw woord zaaien in ons hart. Laat onze gemeente zijn, Heer, laat ons kinderen zijn voor uw aangezicht, die opgroeien tot volwassenheid en die werkelijk wandelen in onze volledige identiteit en daarmee ook autoriteit. Ik dank u, Heere, dat wij werkelijk, dat we in ieder van ons mogen ervaren wat het is om meer dan overwinnaar te zijn. Om dat te ervaren in de dagelijkse praktijk van ons leven. Heer, ik dank u dat u in ieder helpt om het onderscheid te leren verstaan tussen wandelen naar het vlees en wandelen naar de geest. En dat u ons leert om daar heel krachtig en sterk in te zijn. Door uw Heilige Geest leidt u ons. En Heer, het is een samenwerking met u. Wij kiezen ervoor om te wandelen in uw woord en uw woord niet los te laten. En uw woord voor ogen te houden en uw woord te zaaien in ons hart. En te verblijven in uw woord, want dan zijn we werkelijk uw discipelen. Ik dank u, Heer, dat uw zegen rust op uw woord. En uw zegen rust, Heer, op dit geweldige proces van volwassenheid en identiteit in Jezus' naam. En het volk van God zegt, amen en amen. Lieve mensen, voordat we gaan afsluiten, ga nog even zitten. Er zijn enkele mededelingen. Goed, dankjewel. Wat een mooie dienst weer. De dienst is wel wat uitgelopen. We gaan daarom ook de mededelingen beperken, want anders dan wordt het echt te lang. Ik vraag er ook voor begrip aan de mensen die daar ook wat voor voorbereid hebben voor vandaag. Wat nog wel van belang is, is aanstaande dinsdag. Mag ik de slide? Is... De avond 8 stappen voor geloof, dat is de laatste avond in de hele serie. Dat is bij Cor en Angela thuis. Voor ieder die daar ook al in het verleden is geweest, maar voor alle die dat willen zien. De laatste thema is schrijf je bestemming aan. Dus ik denk dat het zeker voor een heleboel mensen weer goed is. Dan nog een mededeling over de doopdienst. De doopdienst is 9 april. Er zijn al wat mensen die hebben aangemeld, maar uiteraard kunnen er altijd nog mensen bij. Iedereen die van overtuigd is om zijn leven aan Jezus te wijden, is daarin uiteraard vrij en die willen wij daar graag in aanmoedigen. Direct na de dienst, voor degenen die dat nog niet hebben aangemeld, is er een kleine instructie of een stukje leren over wat de doop inhoudt. Ik zou zeggen, meld je aan die kant van achter in de zaal, daar zal dan zeg maar Pastor Bernard wat vertellen daarover. Dan heb ik nog, en dat gaat Bernard nog even doen, Pastor Bernard nog even doen. Dat gaat over de studieavond die er in april aankomen en de afkondiging van het boek Extreem Normaal. En de vraag of het kort te houden. Halleluja, bid voor mij. Nee. 5 april gaan we weer starten met een nieuwe livegroep en dat is Gods Economie. Die hebben we eerder gedaan, die doen we op basis van dit boek. Zoals we net al zeiden, een deel van je erfenis is Gods voorspoed in je leven. Dat zijn principes in Gods Koninkrijk die zul je moeten leren vanuit Gods woord om in Gods voorspoed te leven. 5 april gaan we starten. Als je zegt van daar wil ik graag deel van zijn, ik geloof dat het bij elkaar, het zijn 5 of 6 avonden geloof ik. Uit mijn hoofd kan een beetje anders zijn, maar het is om de week eigenlijk. Wil je jezelf dan ook daarvoor opgeven? Want dat zal zijn in een huiskamer. En daarom willen we ook goed de voorbereidingen kunnen treffen, dat we weten hoeveel mensen er komen. Maar als jij zegt, ja, ik wil aan de slag met mijn financiën. Ik wil aan de slag met mijn financiën. Ik wil Gods weg en Gods manier zien en Gods zegen zien in mijn financiën. Kom naar deze live groep en geef jezelf op via info@jubilee.nl. info@jubilee.nl. Dan het volgende is een cadeautje. Een cadeautje wat aan elk gezin gegeven wordt vandaag. En dat is het boekje Extreem Normaal. Extreem Normaal en het is een handboek voor helden. Het is geschreven door het is een boekje eigenlijk die eigenlijk als je het hebt over je identiteit en je hebt over jouw nieuwe natuur, maar ook over wandelen in wonderen en wandelen met God. Dit boekje is heel breed. Het is een dwarsligger, hè, zoals ze dat noemen. En je kan dus het spraak over cultuur, van alles en nog wat komt hier aan de orde. De Heilige Geest, een uitleg over de Heilige Geest, over babymelk, doop met de Heilige Geest en vuur. Hoe weet je dat je de Heilige Geest hebt ontvangen?
Maar ook bijvoorbeeld religie wil dat je je eigen carrière opbouwt. Of religie laat je kijken door de bril van goed en kwaad. Allemaal hele pakkende zaken, kleine stukjes steeds, die je kunt lezen, die je door de hele Bijbel heen nemen. En die jou laten zien wat het is om als nieuwtestamentische christen te leven met God. Het is een cadeautje. Iemand in de gemeente, een koppel, heeft gezegd van dit, hier zijn we zo enthousiast over, we willen dit schenken. Dus die hebben dat aangeschaft en die hebben het gekocht voor iedereen. En het is dus een cadeautje die je dus kunt ophalen in de, bij de Resource Center. Daar kan dus iedereen... Oh, hier, daar staan de doosjes. Daar staan de doosjes daarachter op de tafel. Meld je dus voor elk gezin. Het is ook leuk. Het zijn stukjes die je ook na het eten kan lezen. Voor het eten, tijdens het eten. Nou ja, je kan dus de hele tijd. Maar in ieder geval, dit boekje is dus beschikbaar daarachter op de tafel. En kan door iedereen worden opgehaald. Prijs de Heer. Zijn we nog iets vergeten? Nee, want dan wisten we het wel. Pasen, heel goed. Er is nog een offerkist voor Pasen. Vorige week hebben we gezegd, joh, wil je zaaien in ons paasproject? We willen 1000 mensen willen we iets lekkers gaan geven, iets moois gaan geven. We willen de mensen gaan bezoeken en uitnodigen voor de paasdienst. Vorige week hebben we gezegd, we hebben een budget van tussen de 1000 en de 1500 euro. Hebben we geraamd om dit voor elkaar te krijgen. Vorige week met de offers die ook zijn binnengekomen en de giften die er zijn, zitten we nu op iets meer dan 500 euro, wat beschikbaar is voor dit paasfeest. We willen ook samen lekker eten en genieten. Als je het op je hart hebt, zeg van ik wil graag nog zaaien in dit project. Voel je vrij om dan te zaaien in dit project. De Bijbel zegt, als je zaait, zul je ook oogsten. Weet dat, geef het niet zeg maar aan een leuk project alleen. Zaai het vanuit de intentie, ik zaai in het koninkrijk van God. Zodat je ook de oogst mag ontvangen van hetgeen wat je zaait voor God. Amen. Dus geef dan ook als zodanig. Je kan ook via de rekening overmaken onder vermelding van Pasen of Paasdienst. Dan komt het ten goede van dat budget. Of je kan het geven in die zwarte offerkist die ook daarachterin staat. Zaai dan voor dit project. We willen 1000 mensen gaan bereiken met het evangelie en de liefde van God. Als je er deel van uit wil maken, zaai je zaad in de kist in Jezus' naam. Amen. We gaan de dienst afsluiten. Gaat u staan. Vader, opnieuw willen we u danken. Zo willen we elk moment van de dag en van ons leven willen we u danken. Heren, we hebben input ontvangen. We zijn opgebouwd. We zijn verfrist. We zijn in uw tegenwoordigheid geweest, heren. En we zijn klaar voor de nieuwe week. Ik dank u, heren, voor al de geweldige dingen die u voor een ieder van ons in petto heeft voor deze week. En zo bid ik u zegen over uw volk. Volk van God. Dat de liefde van God de Vader... En dat de genade van de Heer Jezus Christus en dat de kracht en de bijstand van de Heilige Geest met u allen zij. In Jezus' naam. En het volk van God zegt amen en amen. God zegen, tot ziens en wel thuis.